Dit is 538. Super slim. Oeh. En berensterk. Een paar minuten met z'n tweeën aan het werk. Ja, één keer in de twee weken spelen we Super Slim en Berensterk. Afgewisseld met Winning by Losing. En Super Slim Berensterk is het spelletje dat je een behendigheid moet uitvoeren. Maximaal 3 minuten lang. Je komt met een vriend of vriendin naar de studio. En de ene partij beantwoordt vragen. En de andere partij die doet dus die behendigheid bij uitoefenen. En twee heren vanavond in de studio. Allereerst die met het geruite blouse. Hoe heet je? Hoi, ik ben Niels. Niels en de andere jongen. Shady. Sherry, en jullie zijn beste vrienden? Of, wat zei je dan? Shady. Shady die mag nu met een ei rond gaan lopen. Ja. Rennend wel te verstaan, op een lepel. Mm-hmm. En die mag 1 keer vallen, dan is hij uiteraard kapot. Dan krijgt hij nog een tweede. En daar moet hij weer hetzelfde trucje mee doen. Te volgen via 538 TV ook, ja, hè? En in die tijd kan Niels dan de antwoorden geven op de vragen die jullie gaan stellen. Oké. Okay. Nou, helemaal goed. Dan gaan we naar de gang toe, want daar staan ze nu. Want ja, we hebben hier in de studio vloerbedekking, dus daar willen we geen ei op hebben. Dus in de gang is dat beter. Kijk, hij staat klaar, Sherry. Ik ga de tijd starten. En zodra de eerste vraag gesteld wordt, moet hij gaan rennen met dat ei. Dus daar gaan we. Vraag 1. Welke stad in Nederland kreeg als eerste stadsrechten? Laat de microfoon even open. Oh, dat is wel handig. Dordrecht? Ja, dat klopt. No. Wow, dat, ja. Goed dat je dat weet. Vraag nummer 2. Welke Nederlandse stad is wel bekend om de bloementeelt en bloemenveilingen? Pas. Van welke loterij Aalsmeer. Is Martijn... Aalsmeer was het. Ja, dat is goed, ja. Van welke loterij is Martijn Krabbe de ambassadeur? Postcode loterij? Ja hoor. Vraag nummer 4. Naar welk land vluchtte koningin Wilhelmina tijdens de Tweede Wereldoorlog? Engeland. Ja, is ook goed. En welke sport beoefent Ankie van Grunsven? Paardrijden. Ja. Ja. Paardrijden, ja. Vraag nummer 6. Wie presenteert het programma Alles Mag op vrijdag bij RTL 4? Jan Dino. Ja, je gaat lekker. En waar staat de afkorting SMS voor? Simply Text Messages? Nee, dat is niet goed. Short. Message Service. Ja, dat is het inderdaad. Maar goed, wie gebruikt dat nog, hè? Vraag nummer 8. Van wie is het nummer Het Regent Zonnestralen? Agda de Munnik. Ja. En hoe oud was zangeres Amy Winehouse toen ze overleed? 28? 27. Oh, dat was dus fout. Ja, sorry. Vraag nummer 10 zijn we aanbeland. Hoe wordt het deelgebruik van een auto genoemd? Pas. Carpoolen. En welke onderneming beheert in Nederland de railinfrastructuur? NS? Nee, dat is ProRail. Vraag nummer 12. Waarvoor staat de afkorting GPS, zoals we deze kennen bij het navigeren? Pas. Het is het Global Positioning System. En van welke zender is het programma Editie NL? RTL 4. Ja hoor. Vraag 14. Van wie is de single Let Me Entertain You? Robbie Williams. Robbie Williams is ook weer hartstikke goed. En APK, waar staat dat voor? Algemene... Pas. Algemene was goed, was periodieke keuring. Vraag nummer 16. Welke band bracht afgelopen vrijdag het album In het Midden van Alles uit? Bluff. Ja, goed. Dat is een gokje. Het is alleen maar een titel die Bluff kan verzinnen, toch? En in welke plaats ligt dierentuin Burgers Zoo? Arnhem. Ja hoor. Vraag nummer 18. Welke presentator presenteerde ooit de mini playback show? Henny Huisman. Ja hoor. En van wie is de hitsingle Waves? Mr. Props. Ja hoor. Vraag nummer 20. Wat is de hoofdstad van Utrecht, de provincie Utrecht? Utrecht. En welke Nederlandse zangeres staat erom bekend dat ze tottert? Miss Montreal. Ja. Nog 20 seconden op de klok. Vraag nummer 22. Op welke bekende plek worden de toppersconcerten georganiseerd? Amsterdam. En welke bekende Nederlandse DJ werkt momenteel samen met Ed Sheeran? Afrojack. Nee, Martin Garrix. Vraag nummer 24. Welke Engelse band is op dit moment de nummer 1 in de top 40? Nou, je mag het toch zeggen, nee, het was Clean Bandit. Die zijn trouwens vanmiddag bij RuteWild.nl tussen 4 en 7. Goed, tijd is om. Ja, het is de eerste keer dat we de volle 3 minuten gewoon hebben volgemaakt. Heeft hij gewoon nog geen enkel ei laten vallen? Hij heeft geen ei laten vallen. En ik heb hem zien rennen. Hij laat hem nu vallen. Ja, lekker is dat. Deed hij gewoon expres. Dat wilde ik morgen nog opeten, verdomme. Maar wacht even, ik zie toch 2 eieren liggen. Zien jullie dat? Ja, er is toch eentje omgegaan, ja. Nou goed, hij mag weer terug naar de studio komen, Shady. Ja? Hallo, ja, daar gaat hij. Hij zet nu een drafje in naar de studio. Ja, goed gedaan. De volle 3 minuten hebben we nog geen 1 keertje volgemaakt. Ja, en volgens mij is het ook wel aardig gegaan qua antwoorden. Heb je nou wel of geen ei gebroken tussendoor? Ja, eentje. Maar eentje. Tweede, dat was even mijn frustratie aan het eind.
Ga je het ook opruimen? Of, maar je hebt het echt volgens mij ook hartstikke goed gedaan met het beantwoorden van de vragen, Niels. Daniel. Nou, ja, het ging een beetje op en neer, hoor, moet ik zeggen. Is dat zo? Ja. Oké, nou vertel maar even. Hoeveel maar had je uiteindelijk hebben jullie 60 euro verdiend hiermee. Oh, lekker. Dit is 538.